Gefeliciteerd, 3 punten. Lekker begin. Ja, zeker. Vooral met supporters. Vooral voor het team, maar ook voor mij persoonlijk. Lange tijd geleden met supporters gespeeld. En ja, met de overwinning. Ja, lekkerder kan het niet. Ja, je geeft de assist op de 1-0. En dan kijk ik naar je en die ontlading die ik daar zag. Daar zat heel veel in, hè? Ja, tuurlijk. Ik heb een moeilijke periode gehad. Mijn moeder was overleden. En, ja, maart was mijn laatste wedstrijd. Voordat mijn moeder overleed, heb ik gezegd dat ik een comeback zou maken. En ja, uiteindelijk met omwegen ben ik bij ADO terechtgekomen. Heb ik alles gegeven. Ook in mijn periode dat ik niet bij een club zat, heb ik ook hard getraind. En ja, dan raak je wel een beetje geëmotioneerd. Ja, dat kan me voorstellen. Een moeilijke periode, lange periode. Want je bent ook een seizoen eigenlijk niet onder de pannen geweest bij een club. Komt dat er dan allemaal in dat moment uit? Ja, toen ik werd gewisseld kon ik eigenlijk maar bijna een traantje laten gaan. Maar ja, we moeten gewoon sterk blijven. Het is een mooie overwinning en het seizoen is nog heel lang. En laten we deze spirit gewoon vasthouden. Nou, die spirit zag ik bij jou. Je zat overal bovenop, je zat overal tussen. Beetje de ouderwetse Gregor. Ik kan me ook voorstellen dat het lastig is als je een jaar stilgestaan hebt om dan gelijk weer hetzelfde van jezelf te vragen. Nee, ik ben veel eisend van mezelf. Ik wil minimaal het niveau halen wat ik vroeger heb gehaald. En daarvoor heb ik ook heel hard gewerkt. En ik heb een mindere periode gehad, dat klopt. Maar daar wil ik niet naar kijken. Ik wil naar de goede periodes kijken. En ja, daar wil ik minimaal komen dit seizoen. En daar ga ik ook alles voor doen. Jullie hebben vandaag leuk, fris, goed voetbal gespeeld. Wist je dat deze groep het al kon? Ja, het is een beetje schuif af en toe. Jonge jongens komen erbij. Sommige jongens zijn nog in quarantaine. Ja, ik ben nieuw gekomen. Thomas is nieuw gekomen. Maar het begint wel vorm te krijgen. Ja, het ziet er leuk en fris uit. Ja, tuurlijk. Hier thuis, we probeerden hoge druk te zetten. Lukt ook wel aardig, vond ik. Speelde heel veel lange ballen. Ja, achterin stond het goed. En, ja, jammer dat je niet meer scoort. Maar Luc aan de andere kant had ook wel een paar ballen tegen. Dus, ja. Je wordt uiteindelijk gewisseld, dat was vanwege kramp, toch? Ja, kramp. Ik heb in een korte tijd, volgens mij in 2 weken, heb ik 3 wedstrijden gespeeld. Na 15 maanden of zo. Een halve wedstrijd, 75, 90 minuten. Ik had ook nog een keuring waar je bij moest fietsen. Dus ja, de kramp schoot er wel even in. Ja. Even werken aan het vermogen, conditioneel. Ja, dan, zeker. We gaan dit seizoen hard aan het werk, aan de slag. En gewoon proberen naast voetbal ook goed te leven. Voeding, krachttraining. Alles moet dit seizoen op point zijn. En dan? Knallen. Je wilt het met doelstelling waarschijnlijk. Ja, dat zullen we wel zien. We moeten gewoon van wedstrijd naar wedstrijd kijken. En ja, je weet het nog nooit in de KKD. Je ziet ook weer de andere uitslagen. Dus ja, het is nog veel te vroeg. We zien het over 36 wedstrijden wel. Inderdaad. Dan misschien wel iets moois, ja, toch? Ja, ik hoop het. Top, dankjewel. Alsjeblieft.